darts around the world. Darts around the world. All right, Thorn's in the car with Jacques, listening to his walk-on music as we go to the Grand Prix to do the commentating. Hilversum, here we are. The broadcast capital of Holland. Beautiful. Utrecht. Looks like we got out of the traffic jam. Caller for the PDC and BDO and WDF. Became fast friends with him at the World Cup a couple weeks ago. Really can't believe where I am. It's pretty amazing. Quite the facility. It's just a beautiful day here in Holland. Amazing country. Half moon over there. The little town of Delft that I'm in. It's Jock's hometown. Just beautiful. Canals everywhere. Already been playing darts in his favorite bars there in town and checking out the life in Holland. It's just fantastic. Well, I thought I'd just do a quick little interview with myself, give you a feel for what's going on. Try to get some more footage from the inside if I get permission to. Otherwise, you'll probably see this down the road long after this is all done and gone, and I'm off in another country looking for darts. Over and double out. Well, we got about half an hour before showtime here. Me and Jacques are having a little food before we go into the broadcast booth. Apparently, this is the usual routine. Quick dinner of Chinese food or something like that before you go call a PDC event. I think Jacques is prepping for his commentation tonight, both virtually and gastrointestinally. Time to go to the show.
tournament. So this is this year's World Grand Prix. Everything's been done so far in the World Grand Prix. Basically everything. The 1-9 daughter has ever been on TV. Got that as well. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom vanuit het City West Convention Center in Dublin, waar we gaan beginnen aan de tweede avond van de World Grand Prix 2011. En we hebben 8 prachtige wedstrijden voor u op het programma staan vanavond. Onder andere Phil Taylor aan de hockey, Gary Anderson, Simon Whitlock, Paul Nicholson en ook nog Mark Webster. Kortom, het wordt een prachtige avond darts. En we gaan eerst eens even luisteren wat onze zeer bijzondere vraag nu. Mason Cornelissen uit Berea, Kentucky, USA. Helemaal uit Amerika een vraag gekomen. Who do you think will be the first non-English player to win the World Grand Prix? Well, Mason, I'll do this one in English then for you, especially for you. I think the first non-English player, I'll go for Raymond van Barneveld, a Dutchman, and he's been the closest so far, I think. So, van Barneveld, probably the first non-English player to win the World Grand Prix, but it also might be John Part, you never know. Leuk om vragen te krijgen, ook zo ver van Nederland vandaan. Het wordt dus overal gevolgd. Starten via Airport Tops. Nee. Deze keer niet. Maar Taylor mag niet missen. Triple 16 en dubbel 8. Hij heeft de triple 16. 2 pijlen voor dubbel 8. Nog eentje over. Moet in het rood. Moet in het rood en zit in het rood. Ja. Het is nog niet gedaan, hè. Het is nog niet gedaan. Wright is ook binnen, maar wel op achterstand. Taylor, gaat goed nu. Ja, dat was een belangrijke finish hoor, die 64 in de vorige leg met Wright op dubbel 10. Dit heeft hem wat lucht gegeven. Maar je moet toch ook alle bewondering hebben voor deze Peter Wright, want hij geeft het absoluut niet op. Legt zich niet bij voorbaat neer bij de nederlaag. Hij knokt, hij vecht en hij staat goed te spelen. En hij pusht tegen tot het uiterste. Kan hij nog een keer aanzetten, Wright. Dan heeft hij nog een triple nodig om op een finish te komen. Dat lukt niet. En dus heeft Taylor 6 darts voor 108. Triple 19 is wat hij wil. Met de tweede dart mag het ook nog. Hij gooit hem niet. Maar hij komt nog een keer terug. En Wright voert nog maar een keer de druk op. Nou, als er iemand tegen de druk bestand is, dan is het deze man. Om op een 2 in voorsprong te komen. Hij heeft Taylor tops nodig. En Taylor vindt tops. Het is 2-1 voor de maestro zelf in de beslissende set. Wright mag leg 4 beginnen. Maar de wereld ziet er alweer een stuk rooskleuriger uit voor Phil Taylor. Wanneer Taylor deze leg pakt, dan is hij door naar ronde 2.
Maar wat als Wright deze lek pakt? Dan gaan we nog een vijfde en beslissende spelen. En dan is het mijn lekkie. En dan kan iedereen die lek winnen. Wright heeft de 40 punten voorsprong. En dan tellen we deze bij op. Hij heeft alweer een triple te pakken. Hij heeft er nog één te pakken. Peter Wright. 140. Ja, dat is netjes. En Taylor. Gaat hij naar een finish toe? Dan heeft hij nog een triple nodig, Taylor. Maar die triple die pakt hij wel, Taylor. 121 voor Peter Wright. Voor 2-2. Boel gegooid. Triple 20 voor dubbel 18. Niet de triple 20. En dus, Taylor voor de wedstrijd. Het is een hoge, maar bij Taylor, iedere finish is een finish bij Taylor. Triple 20 zit erin. Phil Taylor, triple 18 voor de wedstrijd. Bullseye! Phil Taylor, 164. Patatten! Patatten! Wat is die man toch goed? En Peter Wright, petje af voor Snakebite. Hij heeft fantastisch gespeeld. Maar tegen Taylor is wederom weer eens een keer geen kruid gewassen. Met een 164 finish beslist hij de wedstrijd en gaat hij door naar de tweede ronde. Third round of the world. Is het weer 1-1 in een weer een bloedstollende wedstrijd en weer gaan we de laatste set spelen. Voor Paul Nicholson. Om er 2-2 van te maken. Tops. Daar dubbel 10 toe. Nee, die pakt hij ook niet. En dan krijgt Baxter de kans om de tweede set te pakken. Triple 19. Niet gegooid. 20 dan. En bullseye voor Baxter. Nee. Ook hij mist. Terug bij Nicholson. Neemt de tijd. Voor dubbel 10. Ja. Pakt de dubbel 10 en maakt er 2-2 van. Zo is er een vijfde en beslissende leg nodig om te beslissen wie de tweede set gaat winnen. Als Nicholson hem pakt, is de wedstrijd erop dat voor het vijfde jaar op rij Baxter er in de eerste ronde uitvliegt hier in Dublin. En dat Nicholson voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde gaat halen. Bij dubbel 10, dan is het zover. Er staat Paul Nicholson in ronde 2 tegenover Phil Taylor. Nog twee darts. Nog eentje over voor dubbel 10. En die gaat erin. Paul Nicholson is de 16e speler die zich plaatst voor de tweede ronde van de World Grand Prix. En als beloning krijgt hij een duel in de tweede ronde tegen Phil Taylor te verduren. We hebben 8 partijen gehad vanavond. Er zaten een aantal zinderende potjes darts tussen, mag ik wel zeggen. De laatste partij gewonnen door Paul Nicholson. En hier staan de uitslagen. Nog één keer op een rijtje. Ovens wint. Hilton wint. Tavern wint. Webster wint. Burnett wint. Taylor wint. Whitlock wint. En Nicholson wint. Morgenavond zijn we bij u terug. Vanaf 8 uur op rtl7darts.nl. Ik wens u allen welterusten. En graag tot morgen. En kaart erop. Hey Jacques, I just wanted to thank you so much for inviting me to this. This is one of the greatest treats of my life to be in this room with this guy and watch him work. This is truly fantastic. You're very welcome. It's been a pleasure having you here. And I hope everyone enjoyed it as well who's been watching from all over the world. You just had a huge burst of dart unity in the world right there. I hope so. Well, we all have to get together. It's great. The sport of darts. Brings people together, and it should bring people together. Well, it's our great pleasure to have you joining us in Dartbook and trying to do that, make that happen. All right, darts around the world, everybody.
Over and double out. Don't worry about it. Time to go home. We have around here. Here's the guys finishing up the post show. Jacques still has work to do. He's got to go home and plug all these updates in. Thought it'd be appropriate to end with all the big orange out of Netherlands. Dots around.